je hele huisje helemaal herfstachtig te maken en ook je outfit. Heel nice. Dit vind ik sowieso echt herfst essential. Het werkt! Oh my god, wat een vondst! Hoi, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik had op Instagram aan jullie gevraagd wat jullie heel graag op mijn kanaal wilden zien qua thrifting. En een paar van jullie zeiden dat ze de echte herfst essentials wilden zien. Dus dat ga ik zoeken, zowel in de kleding als in het interieur, om je hele huisje helemaal herfstachtig te maken en ook je outfit. We zijn bij Noppes in Gouda. Ik ben hier al een paar keer geweest. I love deze kringloop. Ik had dit jasje ook hier gevonden bij Noppes. En dit is wel echt een herfstkleurtje. Ik vind sowieso altijd bij herfst dit soort kleuren heel erg mooi. En kijk hoe mooi detail goud. Ze hebben hier altijd vaste tarieven. Of als het anders is vermeld. Deze is wel heel nice. En deze? Nee. Dit is dan weer iets minder. Oeh. Dat is een aparte stoel. Hier is trouwens het mannengedeelte. Helemaal hierachter ook. Loopt helemaal tot daarachter. Echt heel nice. Sowieso ook echt een fan van lange leren jassen. Ik denk dat het heel erg veel terug gaat komen deze herfst. En natuurlijk trench. Oh my god. Wat is dit? Heel mooi. Ze hebben echt hele leuke jasjes. Wat vinden jullie hier nou van, hè? Ik vind een trenchcoat echt een herfst essential. Ik ga maar even passen. Weet je wat ik ook altijd wel leuk vind? Van die gebreide rokken. Zoals deze. Dat is blauw. Met een panty en dan Doc Martens. I like it. Wat is dit dan? Niet helemaal. Ik ga nog wel even bij de mannen kijken. Want we all know dat ik echt van mannenblazers hou. Oeh, heel mooi deze. Mooie kleur ook. Hij lijkt grijs, maar het is meer bruin. Oh, deze. Oh my god, dit is echt perfect voor de herfst. I love it. Het is echt een beetje zo'n jasje. Ik ga deze twee even snel in de spiegel passen. Echt super leuk. Echt gewoon een jasje. En met die Docs. Oh my god, I love it. Het is een beetje vervelend, want het is hier best wel donker. Dus ik probeer even zo goed mogelijk te laten zien. Maar dit is me toch een item. Oh, wat. Dit is dus een mannenblazer. En voor mij is het dus gewoon een jas. Terwijl de schouders zijn helemaal niet zo groot. Nou, ik vind het dus echt gewoon een superleuke herfst outfit. Dus een mooie tas hierbij. Man jeans. Een simpel koeltje. Hoeveel was die ook alweer? Tientje. Mijn intentie was eigenlijk om niks te kopen, maar deze moet ik echt meenemen. Ja, ook heel leuk. Heel nice. Ik vind echt dat je alles kan doen met een oversized blazer. Deze is echt heel mooi. Misschien net iets te breed voor mij. Maar wel heel mooi en lekker herfstkleurtje. En dan toch even licht maken met een spijkerbroek. Deze is 15 euro. Maar dat komt omdat er dus een broek bij zit. Dat vind ik ook echt een herfst essential. En dat zijn van die cohort sets. Van een heel pak. I love it. En dan nog een beetje een oversized
trenchcoat. Heel erg mooi. Een beetje zo oversized, maar niet te. Oeh. En dan nog deze. Ik hou echt van de lange leren jassen trend. Heel nice. Deze had ik ook bij de mannen. Zo leuk, oh my god. Ik hoop dat jullie het een beetje goed kunnen zien. Dit vind ik sowieso echt herfst essentials. Dus qua jassen zit hier helemaal goed. Jongens, ik was een beetje verliefd aan het worden. Die leren jas. Hij is 50 euro. Huilen. Ja, het komt omdat het echt leren is. Ik heb leren jassen, weet je. Maar hij is zo mooi. Trouwens ook wel deze. Die ik helemaal aan het begin had. Ik ga deze ook nog even snel passen. Green. He's cute. Het is wel gewoon cute, maar niet helemaal mijn ding. Laten we snel verder gaan met de rest van de winkel. Ik was helaas met Emme dat ik dit voor haar uitgekozen. Het is er nog. Emme, het is er nog. Sowieso ben ik echt een fan van oversized sweaters. En dus ook oversized knitwear. Look. Mac Lauren. Best nice. Man, wat vind je van deze? Of zo'n nek mee staat, zo'n v-nek. Verder zijn hier best wel veel zomerdingen. Daar is het kledinggedeelte. En als je dus naar deze kant loopt, heb je hier het home gedeelte. Wat is nou echt een herfst essential? Oh my god, I love it. Ik denk dat je het vooral boven moet vinden. Wauw. Oh my god, jongens, kijk wat ik zie. Vet cute kleine plaatsspeler. Ik wil echt al heel lang een plaatsspeler. Maar deze is echt klein. Kijk. Ah, dit is mijn hand. Echt heel leuk. Alleen, we weten dus niet of die werkt. Heel, heel nice. Love it. Mama en ik gaan toch even testen. Als ik denk aan de herfst en aan de winter, dan denk ik echt aan van die cozy nights ook. Dus dit vind ik ook eigenlijk wel een fall essential. Maar gewoon in de ochtend, in de avond met kaarsjes aan. Zo'n plaats speelt. I love it. Het werkt. In ieder geval de radio werkt. Oké, en dan nog de platenspeler. Ik denk dat die platenspeler het wel doet. Wat denk jij? Ik ga het gewoon proberen voor 12 euro. En dit past ook in mijn interieur. I love it. Oh my god, wat een vondst. Wilt iemand nog een vintage bike om op te trainen? Oh, dit kastje is zo leuk. Heb je die gezien? Wauw. Ze hebben hier een heel gedeelte met kerstdingen en zo. En als ik aan de herfst denk, dan denk ik echt aan kaarsen. En ook weer een beetje van dit soort kleuren. Pretty. Nou, dit is tof. Oh god, I love it. Ik weet niet hoeveel het kost, maar dit vind ik echt herfstig. Wauw. Dit gaat mee. Oh, ze hebben nog meer van dit soort kastjes. Oh, love kaarsen. Kijk, het is ook een mooi herfstkleurtje. Perfect inpassen, maar goed. Trouwens iets van de verhuisvloer, dus hè. Let's see. Oeh, pretty. Heel pretty. Dit is sowieso heel herfstig, hè. Lekker naar het bos en dennenappels nemen. Super mooi. Lekker herfstkleurtje. Love it. Dit vind ik ook echt heel leuk voor de herfst. Zonder al die kerstdingen. Heel leuk om een kaars op te doen of zo. Laat deze kringloop.
Even kijken of we nog hier herfst essentials kunnen vinden. Cute. Wat is dit? Wat is dit? Wow. Prachtig dit. Ik ben net thuis. En ik wil jullie nog toch even laten zien wat ik allemaal had gekocht. Ik ben echt verbaasd. Ik vind Noppen Schouder echt zo'n ontzettend leuke winkel. En ja, uiteindelijk heb ik nog best wel veel dingen gescoord. En dat wilde ik toch nog eventjes uiteindelijk aan jullie laten zien. Nou, allereerst natuurlijk zo pretty. Een plaatjes veler. Voor €12,50. Oh. Mannen. En hij is zo schattig. Hij is echt perfect. En nou ja, de radio doet het dus sowieso. En wat ik dus chill vond, en ik zei van ja, hebben jullie een plaat, zeg maar? Jee, hij is echt zo mooi. Ik ben echt verbaasd, hoor. Echt heel nice. Ik zoek echt al zo lang een platenspeler. Maar ze hadden dus geen plaat en ik kon dus niet testen. Maar ze zei van ja, als je de bon bewaart, dan kan je hem altijd nog terugkomen brengen als hij het niet doet. Dus ja, perfect. En hij past echt perfect ook in mijn interieur. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Ik heb echt geen idee nog waar ik hem ga zetten. Maar ik vind het sowieso wel echt een heel mooi plekje. Daarnaast heb ik nog deze jas gekocht. Nou, het was eigenlijk dus een blazer bij de mannenafdeling. Deze was €10. Ik ben hier ook echt heel erg blij mee. Helemaal ready voor de herfst. Daarnaast heb ik nog deze. Nou kijk, hier moeten we even over praten. Dit is dus een soy wax coconut candle. En dit is natuurlijk helemaal niet herfst. Nou, op zich? Nee. Het is wel echt meer zomer natuurlijk dan herfst. Maar ik vind het wel gewoon in mijn interieur passen. Dus ik vond het wel gewoon heel erg cute om te kopen. En hij was maar €1. Nog helemaal nieuw. Dus ja, te cute. Wat ik wel echt helemaal herfst vind zijn deze vaccinehoudertjes, kaarshoudertjes. En ze zijn made in Korea. En ik vind ze heel mooi. Ze waren 10 cent per stuk. Dus echt heel erg nice. Ik hoop dat ik jullie wat leuke inspiratie heb gegeven voor de herfst. Ik vind Noppen Schouder echt een ontzettend leuke winkel. Dus ik raad het jullie echt van harte aan om daarheen te gaan. Ze hadden qua kolletjes, truien, dat hadden ze niet zoveel. Ze hadden voornamelijk qua herfst gerelateerd vooral jassen, vesten en zo. Dus dat was het. Mocht je nog niet op mij geabonneerd zijn, doe dat dan vooral eventjes. En als je op het belletje klikt, dan krijg je ook een melding wanneer ik upload. Ik upload elke donderdag om 8 uur 's ochtends en elke zondag om 9 uur 's ochtends. En dat was de video. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Mwah.